Als een speelbal worden de katten de lucht in gegooid in de trappenhal van het Antwerpse stadhuis. Een Frans productiehuis maakt er opnames voor een film over kunstenaar Jan Fabre. De beelden van krijsende katten moet kunst voorstellen, maar veel mensen vinden ze smakeloos. Toch niet voor in een film, alleen men. Nooit niet. Het is alleen maar verwijt, dat doet het toch niet. Je wordt er niet goed van? Nee, ik word er niet goed van. Nee, ik wil het leven niet meer zien. Ah, kunst. Ja, er zijn zijn mening van kunst. Dat is niet de mijne. Zelf in ket, dus dat spreekt me totaal niet aan. Ik vind dat dat is bij mij dierenmishandeling. Ja. Dat moet er geen vraagtekens bij stellen. Dat is bij mij pure dierenmishandeling. Maar de kunstenaar zelf verdedigt zich. In de context van die performance, ja, dat is kunst. We hebben geen dieren mishandeld. Er zijn twee katjes een beetje slecht terechtgekomen en die katjes zijn gezond. Die zijn zelfs niet gekwetst. En heel mijn werk, al 30 jaar lang, gaat door de relatie tussen mens en dier. En ik vind dieren de beste filosofen en de beste dokters ter wereld. Dat is dierenmishandeling, dat is echt een schande. En wie dit kunst vindt, ja, die moet ze opsluiten in een gesticht. De stad gaf nochtans toestemming voor de opnames. Maar schepen Luc Bungeneers, zelf een kattenliefhebber, zegt dat de productie de regels niet gerespecteerd heeft. Blijkbaar de voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn, die hebben ze allemaal naast zich neergelegd. Want het is zo dat in de gedragscode van de filmcel staat dat men geen levende dieren mag gebruiken. Volgens het productiehuis waren er professionele dierenverzorgers aanwezig tijdens de opnames. Maar zowel de stad als Gaia dienen toch klachten in.